Mijn ouders zitten niet in de politiek, maar ik vond het gewoon heel interessant altijd al. Concreet bezig zijn met het leven van mensen stapje voor stapje beter maken. Dat ik daar zoveel energie uit haal, ik denk van nou, die vergaderingen die neem ik op de koop toe. Mijn naam is Mikael Tsegay, ik ben 22 jaar oud en ik sta op plek 2 van de Haagse PvdA. Ik ben Tim Simons, 23 jaar en ben lijsttrekker voor de VVD in Drimmelen. Ik ben kandidaat raadslid omdat ik me in wil zetten voor de hele stad, maar ik denk wel dat het kan helpen dat ik zelf ook jong ben. Het is een groep die normaal bij gemeenteraadsverkiezingen massaal thuis blijft. En als je wat jongere kiezers aan je kan binden, kan dat wel bij gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken. Zeg wel eens, ga naar een afdelingsvergadering, zeg daar twee verstandige dingen zonder te zeggen en je staat op de lijst. En het is misschien een beetje overdreven, maar zo werkt het wel. Ik wil iets horen waarmee ik het meeste voor mensen kan betekenen. En allemaal ik politiek correcte antwoorden. Nee, ik ga verder. Ik kom natuurlijk uit een wel echte onderwijsfamilie. Dus als ik iets op politiek niveau zou kunnen betekenen in het onderwijs, zou dat mijn allergrootste droom zijn. Is het toch niet een hele nare tijd om de politiek in te gaan? Want politici worden continu uitgemaakt voor van alles en nog wat. Nee, dat denk ik niet. Ik zie dat als een uitdaging om het tegendeel te bewijzen.